Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Sorry dat het een tijdje heeft geduurd voordat ik op dit kanaal weer een video heb gepost. Ik ga vandaag naar het Sophia Kinderziekenhuis, naar de Wall of Fame. Zoals ik het begrepen heb, zijn dat allemaal schilderijtjes of foto's eigenlijk. Met kindjes die in het Sophia te vroeg geboren zijn, destijds. En met een fotootje daarnaast van hoe het nu met ze gaat. En dat vind ik extra bijzonder, want ik ben zelf ook in het Sophia geboren. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik blijf het toch raar vinden. Nou, niet raar, maar wel bijzonder om hier te zijn. Ik bedoel, ik ben hier op de neonatologie afdeling. Die zit hier echt die kant op. En daar ben ik gewoon geboren. Ik ben nog wel eens teruggegaan trouwens, meerdere keren. En ook naar de plek dus waar ik lag. En mijn ouders wisten dus ook nog welk bedje ik lag. Op welke plek. Er lag op dat moment toen ik er was, lag er niemand in. Maar ik heb wel op, nou zeg maar, hele hoge uitzondering mogen kijken, daadwerkelijk op de afdeling neonatologie, naar al die kleine ukkepukjes die er nu liggen. En die nu, nou ja, soms letterlijk liggen te vechten voor hun leven. En dat is zo raar om dan te bedenken dat ik daar ook heb gelegen. En dat het voor mij, zeker meerdere keren, ook kantje boord is geweest. Want het is nogal wat, hè, vroeg geboren worden en dan gewoon hier staan. Dus jullie zijn echt superhelden. Sommige helden hebben hier heel lang geleden, zoals Amber, 21 jaar geleden. En Anouk in 2016. Sommige hebben er heel lang gelegen, andere weer kort. Maar jullie zijn echt superhelden. En ook dus de helden van Sophia. Dus even een applausje voor jullie. En dan hebben we natuurlijk ook de ouders van de helden. Ook jullie hebben het heel erg goed gedaan al die tijd. Jullie zijn hier een langere periode geweest, kortere periode geweest, hier heel veel meegemaakt. Wat jullie via de oudercommissie aan ons meegeven als professionals, aan de artsen, aan de verpleegkundigen, aan de zorgassistenten, aan de afdelingsassistenten, is allemaal heel bijzonder. Omdat we op die manier samen de zorg beter kunnen maken. We blijven hier zo prettig mogelijk. De oudercommissie die geeft ons input, hoe het kan, hoe het beter kan, maar de oudercommissie heeft ook zelf ideeën. En één idee kwam van Anouk. En ik wil nu het woord aan Anouk geven. Ja, eigenlijk van ons samen. Van de hele commissie. Maar het idee om het op deze manier te doen, dat kwam wel een beetje van mij. En het was vooral lastig om goed de foto's bij elkaar te houden. Want de foto's van de kinderen toen ze hier lagen, lijken natuurlijk allemaal best wel op elkaar. Allemaal met slangetjes en couveuses. Maar het is gelukt. En ik ben er trots op. Ik hoop dat heel veel ouders... dat heel veel ouders er ook hulp uit kunnen halen als ze onze helden zien. Ik denk dat we maar met willen. Dat denk ik ook. En ik wil vragen alle kinderen die willen, die mogen van mij hier naar voren komen. Als je durft, als je wil. En dan gaan we met z'n allen zeggen we straks ta-da-da-da. En dan gaan we een doek naar beneden trekken. Hou je voorzichtig. Hou je een doek vast. En dan zeggen we... Ta-da-da! Ja! Wat mooi. Zo. Dat is Hoe zien jullie jezelf? Ja. Ik zie er even zonder. Ik zie er even zonder. Een aantal dagen later was ik de gast bij het symposium wat georganiseerd werd door de VOC en waarin we gebruik mochten maken van een zaal in het Emma Kinderziekenhuis in samenwerking met Steun Emma. Op mijn andere kanaal Amboy zie je de voorbereidingen van deze dag. En nou ja, dat wil je allemaal niet meemaken. En als het dan toch gebeurt, wil je dat natuurlijk op een manier die zo draaglijk mogelijk wordt gemaakt. En daarom heel mooi dat we hier vandaag bij elkaar zijn. Om elkaar denk ik vooral te gaan vertellen wat er nog verbeterd kan worden. Dus een groot welkom naar alle ouders die hier zitten. En natuurlijk alle zorgprofessionals die hier zijn vandaag. Mooi dat jullie zo openstaan om nog meer te leren, nog meer te laten inspireren en te zien hoe het in de toekomst allemaal nog een beetje beter kan. Natuurlijk het Emma Kinderziekenhuis, bedankt het AMC dat we hier vandaag mogen zijn. Een uniek en heel bijzonder programma wat vandaag voorbij komt. Er zijn mooie sprekers aan het woord die volgens mij heel veel goeds te vertellen hebben. Daar gaan we straks met z'n allen naar luisteren. Laten we beginnen met professor Dr. Hans
Van Goudoever is hoofd van het Emma Kinderziekenhuis AMC en van de afdeling kindergeneeskunde UMC. Tevens is Hans hoofd van de Nederlandse Moedermelkbank. En nou, ik zelf was zeer geïnspireerd toen ik dit al hoorde. En ik hoop jullie ook naar het verhaal van Hans, want er is blijkbaar veel meer mogelijk dan ik in eerste instantie in ieder geval dacht. Dankjewel Lieke, hartstikke fijn dat ik hier wat mag zeggen. Ik heb zo'n nieuwe broek aan, hebben jullie dat ook? Het is zo'n hele strakke broek. Dan moet je zitten en dan moet je vervolgens helemaal zo. Fashion, mijn kinderen hebben die ook allemaal, die vinden mij heel hip als ik dit aan heb. Ik vind het eigenlijk heel onpraktisch. Maar goed, ik mocht het hebben met jullie, het is hartstikke leuk. Ik heb wel vaker voor de VOC gesproken en ik draag ook een enorm warm hart toe. Zoals gezegd, er zijn een heleboel dingen die het ziekenhuis gewoon betaalt, die daar veel miljoenen in stopt. Maar er zijn ook een heleboel dingen die je juist wat extra wil hebben. Omdat het ziekenhuis dat niet betaalt, omdat de zorgverzekeraars dat niet betalen. En dan proberen we dat maar via verschillende manieren binnen te krijgen. Eén daarvan is dus de Moedermelkbank. Ongeveer 10-15% van de kinderen die opgenomen worden op de Nederlandse intensive care, of ook in het buitenland, die redt het niet, ondanks alle goede bedoelingen van met name het kind zelf, maar ook van alle ouders en zorgverleners eromheen. Wat je eigenlijk wil natuurlijk is het maximale halen uit de kinderen om ze zo goed mogelijk plek te geven in de samenleving, om mee te kunnen doen. Maar dan zien we eigenlijk ook bij de Nederlandse kinderen dat ongeveer 10-15% van de kinderen toch wel ernstige of matige handicaps heeft. Ze zijn twee keer zo vaak als de gewone populatie niet zo goed opgeleid of hebben ook wel geen baan of zitten niet in een opleiding op hun 19e. Dus ze moeten maar zorgen dat als die kinderen te vroeg geboren worden, dat ze zo goed mogelijk terecht komen. En hoe kan je dat doen? Dat is onder andere door voeding. En vind ik zelf wel indrukwekkende getallen zijn er beschikbaar over wat de impact kan zijn van het soort voeding bijvoorbeeld van wat je geeft. Wat voor een effect heeft het soort voeding, en dat is dus of flesvoeding of moedermelk, op het ontwikkeling van het IQ? En dat is 10 IQ-punten. Dat is echt enorm. En dat scheelt een schoolniveau of je wel of niet moedermelk hebt gehad in de eerste levensfase of niet. En je weet dat het geven van moedermelk effect heeft op een hele hoop dingen. Nou, ik heb het net over het IQ gehad. Maar ook op bloeddruk, cholesterol is wat lager, je kans op diabetes, suikerziekteontwikkeling is lager en je kans op het ontwikkelen van overgewicht is lager. En dat heeft er ook toe geleid dat we eigenlijk die moedermelkbank zijn gaan oprichten. En hoe zit het nou in het verleden eigenlijk? Als je kijkt van nou, hebben we nou zo'n moedermelkbank, is dat nou zo'n onwijs nieuw idee? Nou nee, hè, dat is het eigenlijk helemaal niet. In de jaren 80 is wereldwijd zijn alle dit soort moedermelkcentrales opgehouden, omdat er toen HIV en AIDS kwam. En toen kwam men erachter dat er via de moedermelk kon worden overgedragen. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat alle moedermelkbanken in de wereld zijn gestopt. Inmiddels zijn we sinds een jaar of 10 weer druk bezig met moedermelkbanken. Hier zie je gewoon hoeveel er zijn, 203 in Europa. U kunt zich voorstellen dat alles wat ik vertel, dat het helemaal niet zo'n goedkoop proces is. En dat klopt ook, we noemen het soms ook wel vloeibaar goud. Maar schrik niet, dit zijn de kosten, €318 per liter. Wauw. Ja. Is het ook helemaal net zo goed als eigen moedermelk? Het antwoord is nee. Het is wel beter dan kunstvoeding, maar dat komt omdat je eigenlijk het afkoelt, omdat je het invriest, omdat je het transporteert, omdat je het weer ontdooit, dan het pasteuriseert. En dan opnieuw weer invriest, dan weer ontdooit. Dat betekent dat allemaal stoffen die erin zitten, daardoor beschadigd raken of weg zijn. En daardoor is het effect van eigen moedermelk veel hoger en veel beter dan van donormelk. Ik mag nu Demi uitnodigen. En Demi, dames en heren, een groot applaus voor Demi. Het was een woord. Want Demi is heel speciaal. Ze is al. Ik denk dat je wel 18 al bent. Ja, zie, hier staat 17, maar ik zag het gewoon aan jou dat je al. maar jij bent ex-prematuur van hoeveel weken? 26,3. Ja, oké. Okay. Zo zeg je dat. En hoeveel boven? Ja. 885 gram. Kijk nou eens wat hier staat.
En waar wil, oh ja, dat, waar wil je geneeskunde gaan studeren? Ik ben nog even aan het oriënteren. Ja. Maar één juist antwoord. Ja, ik denk het wel. Ik moet natuurlijk wel eerst even voorstellen wat net al een beetje is gebeurd. Ik ben dus Steen Heel, ik ben 18 jaar oud. Ik heb de HAVO gedaan, wat ik net ook al heb verteld. Nu mijn eindexamenjaar VWO. En van het eindexamenonderdeel is het verplicht om een werkstuk te maken. En dat heb ik gedaan op de vroege borte. Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik biologie leuk vind. En ik wil graag hier iets mee doen verder. En ik wilde heel graag een persoonlijk aspect toevoegen. Dus ik heb al verteld, ik ben dus met 26 weken geboren hier in AMC. Dit is ook, dit ben ik echt, dus een echte foto. Ja, dat was nog wel een beetje een lastig puntje, want ja, iedereen naar mijn klas die ging een scheikundeproefje doen of die ging zelf iets opzetten. Dat is natuurlijk een beetje lastig met pasgeboren kinderen. Dus bij deelvraag 1 had ik eigenlijk besloten om gewoon eens even een berichtje op Facebook te plaatsen. En te kijken of er ouders gingen reageren, ook voor inspiratie. En daar hadden eigenlijk echt ontzettend veel mensen op gereageerd, superleuk. Dus toen dacht ik, waarom zet ik niet gewoon een enquête op? Dan ga ik gewoon mijn eigen onderzoek opstarten. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. En daar hebben 334 ouders gereageerd. Dat vond ik echt heel bijzonder. En had ik ook nooit verwacht dat zoveel ouders zouden reageren. Ik heb wat vragen meegenomen uit mijn onderzoek hoe ik dat dan heb gewerkt. Hier heb ik de vraag, met hoeveel weken is uw kind geboren? Nou, eigenlijk wat ik hiermee wil laten zien is dat het heel divers is ingevuld. Er zijn heel veel zwangerschapsweken die zijn genoemd, dus heel divers. En ik heb ook nog deze vraag, hoe oud is uw kind nu? Dat lijkt in eerste instantie niet zo heel interessant. Ik had dus verwacht dat eigenlijk ouders zouden reageren van kinderen die nog heel jong waren, want die ouders zijn er meestal mee bezig. Maar wat dus ook te zien is in deze diagram is dat ouders van kinderen die ouder zijn dan 14 jaar ook heel veel op gereageerd. Dus ook ouders met oudere kinderen. En dat vond ik wel heel speciaal, want die ook mijn enquête hebben ingevuld. Maar eigenlijk wat ik uit mijn onderzoek heb geconcludeerd is dat hoe lichter een kind en hoe vroeger een kind is geboren, hoe meer problemen er eigenlijk kunnen ontstaan. En dan op allerlei gebieden natuurlijk, het is niet één vlak. Nu wil ik graag afsluiten met nog wat foto's van mezelf. Dit is mijn allereerste foto, een echte Polaroid foto nog. En ik heb ook nog een foto meegenomen van hier op de Facebook. Ik heb hier dus meegelopen in het AMC en er is heel veel veranderd. Dus degenen die vaak op deze afdeling komen, die zullen het zo niet herkennen. En ik zou af willen sluiten met een foto van nu, 18 jaar. En dat is ook een beetje wat ik mee wil geven van het kan ook goed gaan, want bij mij gaat het hartstikke goed, ondanks dat ik zo vroeg ben geboren. En dat vind ik ook belangrijk, dat dat hier gezien wordt. Want de meeste professionals die hebben natuurlijk te maken met kinderen die ziek zijn, of waar het juist niet zo goed mee gaat. En bij mij gaat het wel goed en dat vind ik ook leuk om hier vandaag te laten zien.